Hey Cinevox. Hey. Cinevox. Wat een jaar. 2020 was echt een weird jaar voor ons, omdat ons kortfilm het goed doet en begon goed te doen. Voor de lockdown eigenlijk. We zijn wel eigenlijk blij dat wij voor de lockdown nog dingen hebben kunnen doen, zoals Clermont-Ferrand. Maar we waren in Canada en we gingen in première gaan op een grote festival, Regard. Dat was onze Noord-Amerikaanse première. Ja, dat was de Noord-American première. En we keken er wel naar uit. Yeah. We komen daar. De dag van onze première was de big lockdown. En het festival werd gecanceld. En we moesten heel snel naar Montreal. Omdat er ook een sneeuwstorm kwam. Ja, we zijn bijna gestorven. Onze auto begon te spinnen. We hadden niet echt zo van die sneeuwbanden. Het was echt crazy. En voor ons heeft dat wel zo... Even zo alles zo in perspectief gebracht. Hij heeft ons ook zo onze voeten op de grond toen houden. Ja, we hadden zoiets van, corona is happening en dat is allemaal fucked up en zo. Maar het kan altijd erger. En we moeten gewoon een manier vinden om dit te doen werken of zo, I think, right? En dat is ook zo voor de industrie. Ik denk dat er heel veel, naast zo de... duidelijk negatieve impact van de corona waren er ook ontwikkelingen die heel interessant waren. De digitale tijdperk heeft heel veel effect gehad. Ik vind het ook wel interessant dat online gegeven nu, niet alles natuurlijk, maar zo deels. Bijvoorbeeld zo vroeger, als je festivals was, geselecteerd was en je kon daar niet zijn, dan heb je die festival gemist. Nu wordt het festival naar die kamer gebracht. Natuurlijk, ja, you want to see it on big screens en zo, maar... Dat is goed voor contact te leggen. Dat is goed voor te netwerken op een manier. Als je daar niet kunt geraken door financiële redenen of whatever reason. Dat is niet allemaal een nadeel of zo. Cinevox.